Geoffrey Calata. Moet je gelijk even corrigeren, denk ik? Of, het is Geoffrey. Geoffrey Calata. Je schrijft Geoffrey. Je schrijft Geoffrey en het is Geoffrey. Ik heb al veel moeten corrigeren. Maar, hoe vaak heb je dit al in je leven moeten vertellen? Heel vaak, dus ik denk ik zeg het gelijk. En, nee, maar het is Geoffrey en je schrijft Geoffrey. Maar dat is een wens van mijn ouders geweest, dus dankjewel. Welke clubs heb je allemaal al op je palmarès staan? Waar heb je allemaal al gespeeld? Nou, als ik helemaal terug ga vanaf het begin. Ik ben begonnen bij Blauw-Wit in Amsterdam. Daar heb ik zo'n 2 jaar gevoetbald. Toen ben ik naar Ajax toegegaan in de jeugd. Na mijn Ajax-tijd heb ik nog een aantal jaar voor AFC in Amsterdam gevoetbald in de jeugd. En daarna ben ik doorgegaan naar Telstar. Daar ben ik uiteindelijk doorgebroken. Heb ik zo'n 5 jaar betaald voetbal gespeeld. Toen ben ik naar FC Os gegaan, Top Os. Ook 3 jaar gevoetbald en afgelopen seizoen Sparta Nijkerk en nu Quick Boys. Ja, je zegt FC Os, je hebt de topklasse meegemaakt. Wij nog niet, hoe is dat? Ja, was wel leuk. Was toch ook nieuw voor ons. We waren gedegradeerd vanuit de Jupiler League. Dus ja, was heel moeilijk. Een heel moeilijk jaar gehad. Financieel was het allemaal dramatisch. En moesten we kijken of we het nog konden rechtbreien allemaal. Uiteindelijk hebben we toch een selectie bij elkaar weten te houden. En kampioen geworden. En dat was de doelstelling ook. Ja, voor jou was het eigenlijk toen een degradatie naar de topklasse. Voor Quick Boys zou het een promotie zijn. Ja. Hoe groot schat jij de kans in dat Quick Boys dat gaat halen? Nou ja, ik heb het afgelopen seizoen natuurlijk bij Sparta Nijkerk meegemaakt, ook in de hoofdklasse A. En ook dat was voor mij nieuw, was toch twee niveaus lager, of eigenlijk 1 niveau lager ten opzichte van de topklasse. En ik heb al gemerkt dat je van iedereen kan winnen, maar ook van iedereen kan verliezen. Dus het is gewoon echt, als jij stabiel bent als teamzijde en echt als team opereert, denk ik dat je een goede kans kan maken voor de kampioenschap. Je hebt dus nog nooit eigenlijk in de Bollestreek gevoetbald. Wat voor club is Quick Boys? Nou ja, wat ik altijd weet van de vroegere jaren, ik ben 1 keer komen kijken, denk ik, dat zal het zijn 5, 6 jaar geleden. Toen speelde tegen Katwijk. Nou, dat was ontzettend leuk om mee te maken. Er stonden zoveel mensen langs de kant. Ik denk dat Quick Boys en dat ik weet dat een van de grotere amateurclubs is van Nederland. Dus dat... De grootste, nou corrigeer ik jou. Heel goed, de grootste bij deze. Hartstikke goed om te weten ook. En dat is hartstikke leuk om te voetballen. En natuurlijk een club met een grote historie, hele grote achterban. Als je nu al ziet wat er vandaag allemaal gebeurt voor de presentatiegids, wat voor hoeveel vrijwilligers er zitten. Nou, dat vind ik ontzettend knap voor zo'n club. Ja. De poolindeling, heb je hem bekeken? Ik denk dat jij het jammer vindt dat Nijkerk er niet in zit. Ja, nee, ontzettend jammer. Ik had natuurlijk wel een potje willen voetballen tegen Sparta Nijkerk. Je hebt Montfort en ARC die natuurlijk terugkomen van de topklasse. Dus het is geen makkie, dat niet. Maar ik denk dat we met Quick Boys zijn met dit team een kans kunnen hebben voor het kampioenschap. Wat zijn andere titelkandidaten? Nou ja, je zal eerlijk eerst zeggen de clubs die terugkomen van de topklasse. En de andere, dat ligt allemaal dicht bij elkaar. Als je Huizen is natuurlijk ontzettend goed gedaan vorig seizoen. Alleen zijn aan het eind van het seizoen hebben die het niet gered. Dus ik denk, ja, wat ik net al zei, als je als team zijnde opereert en heel stabiel bent door het hele seizoen, dat je een goede kans kan maken. Je hebt 2 keer tegen Quick Boys gespeeld, 1 keer langs de kant, want je was geschorst in Nijkerk. Waar ligt de kracht van deze ploeg? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk al voor dit seizoen wordt het iets anders dan vorig seizoen, denk ik, omdat er veel mutaties zijn geweest. Alleen wat ik vorig seizoen heb gezien, ja, er was heel wisselvallig Quick Boys zijn. Hier thuis was het vol fysiek spelend en lange ballen en uit was het meer voetballend. Alleen ja, kwam het gewoon niet uit. En ik hoop voor dit seizoen dat we gewoon echt, het belangrijkste is dat je echt als team opereert en gewoon gezamenlijk 1 doelstelling hebt en dat ook uitdraagt naar buiten toe en gewoon vol voor de winst gaat elke wedstrijd. En die doelstelling is kampioen worden? Ja, die van mij wel. Dus het van het team denk ik ook. Ja. Wat ga jij deze ploeg brengen? Waar ligt jouw kracht? Nou ja, wat ik vooral, als ik er gewoon achterin speel, dat ik gewoon de organisatie goed kan neerzetten en de restverdediging ga bewaken. Daarnaast ja, opbouwende kwaliteiten en vooral dat we gewoon de aansluiting hebben naar voren toe, dat het veld niet te groot wordt. Ik denk dat mijn rol is voor dit seizoen en dat ik daar belangrijk in kan zijn. Je bent een leider? Nou, ik denk wel dat ik leidende capaciteit heb, ja, zeker. Waar kijk je het meest naar uit? Nou ja, gewoon weer te gaan voetballen. Genoeg rust gehad. Dus lekker met de groep weer zijn. Gewoon als team lekker gaan ballen. En uiteindelijk gewoon er alles uit halen. Dat we gewoon elke zaterdag een goede wedstrijd op de mat kunnen brengen. Ik neem aan dat je elke keer als jij hier naar het sportpark komt, langs het stadhuis rijdt. Zie je dan dat balkon ook daar? Nou, ik heb er nog niet specifiek naar gekeken, nee. Maar ik zou er graag willen staan, ja. Ik zou dan maar gaan opletten en die vijver, daar springen we dan in. Ja, als dat zover is, dan gaan we dat zeker doen. Ja, dan ga jij mee. Hou ik je aan.